Ja, met duurzaamheid kun je niet jong genoeg beginnen. En dus was er zaterdag 8 oktober zowel voor jong als voor iets ouder van alles te beleven en te zien tijdens de Dag van de Duurzaamheid in Ede. Als je hier om ons heen kijkt, hebben we bossen, heidevelden. Als wij niet goed met onze omgeving omgaan, dan hoeven we het van de rest van Nederland ook niet meer te vragen. Dus ik vind dat wij wel een beetje een voorbeeldfunctie hebben als Ede om goed met grondstoffen om te gaan, goed met onze omgeving om te gaan en met de lucht. Ik merk bij het energieloket, dat is op dit moment via de telefoon en e-mail, dat ik al heel veel reacties krijg. Hele positieve reacties van mensen die vaak beginnen over zonnepanelen. Ja, mensen die zijn wel op zoek naar van hoe kan ik mijn eigen woning en mijn eigen leven verduurzamen. Ik merk dat vrij breed is. Ik krijg vragen over zonnepanelen, maar toch ook behoorlijk wat vragen bijvoorbeeld over zonneborder of over warmtepomp of over nieuwe technieken die eraan komen voor verduurzamen. Dus daar zijn mensen echt wel in geïnteresseerd. Voor mensen die alles wilden weten over hoe zij duurzaamheid in hun leven in de praktijk konden brengen, waren er dus diverse stands met informatie. Maar er was ook wat te doen voor de kinderen, zoals knutselen met bijvoorbeeld afval. Nou, vaak is ook vooral de reacties van ouders dat ze denken, jeetje, wat is simpel eigenlijk om dit en dat aan afvalmaterialen te gebruiken. En daar kun je zo ontzettend veel dingen mee doen. Maar het mankeert vaker wel aan het idee. Muzikaal werd de Dag van de Duurzaamheid opgeluisterd door zangeres Roos Bluffpent. En ondanks dat het geen uitverkocht theater of festival was, had ze toch erg naar haar zin in Ede. Ja, vind ik geweldig. Ja, ik hoorde al allemaal leuke dingen ook over een duurzame vloer. Wat ze bij sommige evenementen al wel doen. Dus dat zat ik ook gelijk van, nou, dat is misschien nog wel een idee. Voor Roos Bluffpent is duurzaamheid sowieso wel een dingetje. En daarom heeft zij ook in haar werk geprobeerd om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. Bijvoorbeeld tijdens de opnames van haar tweede album. We zijn gaan opnemen in een boerderij op Groene Stroom. Hebben het laten drukken op gerecycled karton. Onze vormgever heeft gewerkt in een kantoor op Groene Stroom. Heeft met biologisch inkt gewerkt. We zijn met elektrische auto's steeds ons verplaatst van A naar B en biologisch gegeten. En hoe toevallig, biologisch eten was er zaterdag natuurlijk ook bij in Ede. Vers van de pers, letterlijk. Je moest er wel even voor fietsen, maar tada, dan had je ook gewoon echt een super duurzame smoothie. Ja, je gooit er een stukje banaan in, een beetje framboos, aardbei, appelsap, yoghurt. Voor de fijnproevers wat kruiden of gember. En dan trap je lekker shake bij elkaar. Het is heel simpel.